Spijkenissen is vandaag de enige echte verzetstoer van start gegaan. Want zeg nou zelf, de PVV is natuurlijk het enige antwoord op de crisis. Voelt u zich nu echt een verzetstrijder? Nou, het verzet ingaan tegen het kabinet Rutte is natuurlijk met een knipoog, maar is ook heel serieus. We gaan het hele land in, we gaan een website doen, we gaan het aanbieden aan premier Rutte. Hoe was het, busrit hier naartoe? Ja, gezellig. Nog lekker naar verzetsliederen geluisterd? Nee hoor, maar ja, het is altijd wel een goede sfeer bij de PVV natuurlijk. Hoe is het voor u om verzetstrijder te zijn? Ook een grote eer. Toch wel? Ja. Was het niet van, oh, potverdomme, moet ik op mijn zaterdag naar dat kutspijkernissen? Is uw familie ook trots op u dat u toch in het Nederlands verzet zit? Zeker. Mijn moeder, die nog alleen mijn vader is, helaas, is bijzonder trots dat wij tot de laatste Nederlandse vaderlandse ridders mogen. Voel je een beetje een verzetstrijder? Absoluut. Ja, leg uit. Tegen deze huidige bezuinigingen. De burger moet bloeden en al het geld gaat naar Europa. En ontwikkelingshulp moeten we niet willen. Ja, we tekenen verzet aan tegen het beleid van het kabinet. Wat fout en slecht is, waar Nederland dan kapot gaat. En daar doe ik heel erg graag aan mee. Hij is nu een verzetsbeweging begonnen, hè, natuurlijk. Ja, wat maakt niet uit wat hij begint. Hij heeft een goed hart. Is Wilders een beetje het antwoord op de crisis, denkt u? Een groot deel wel. Niet voor alles, maar wel een groot deel. Wat vindt u zo mooi aan zijn verzetsbeweging? Nou, wel helemaal... Omdat alles niet deugt. Het zijn allemaal smeerlappen. Fascisten. En Wilders, ze hoort niet in dat rijtje fascisten thuis? Nou, die probeert de samenleving anders te doen zoals het hoort. Steunt u het Nederlands verzet? Nee, ik steun niks. U heeft net uw handtekening gezet. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat betekent niks voor u? Nee, joh. U zit gewoon overal uw handtekening onder. Joh. Ik heb de handtekening van Geert zelf. Echt waar? Waar dan? Getatoeëerd? Ja, getatoeëerd. Wauw. En uiteraard staat mijn handtekening onder het verzet, ja. Ik heb nog nooit gewerkt en mijn uitkering is niet goed. En Wilders, is het antwoord op uw uitkering? Nou, hij wil er wat bij geven. En hij pakt geen centen van ons af. Maar ja, hoe gaat hij dan die belastingverlaging creëren als hij niet wil samenwerken met kabinet Rutte 2? Dat blijft maar de vraag natuurlijk. Hoe gaat u die belastingverlaging dan creëren als u zeg maar niet met het foute kabinet Rutte 2 wilt praten? Nou ja, door te zeggen wat het alternatief is. En natuurlijk moet er worden bezuinigd, maar je moet slim bezuinigen. Ik hoop dat je het kabinet kan laten vallen natuurlijk. Maar ja, dat zou natuurlijk het mooiste wezen. En dan is er daarna eens eentje terug in de ivoren toren. Ja, inderdaad.